Onze pedagogische cirkel laat zien waar wij voor staan, welke aandachtsgebieden wij belangrijk vinden en welk gedrag hierbij past. Kwadrant staat voor samen voor het kind. In de kern hebben wij 3 principes: veiligheid, ruimte en respect. Zo laten wij zien dat wij elk kind uniek en waardevol vinden. Bij veiligheid gaat het om het klaarmaken van de ruimte en de activiteitenplekken. Kinderen kunnen zichzelf zijn en zichzelf laten zien. Samen de dag starten en elkaar welkom heten. Vandaag is een maandag. Ja, wat voor weer is het vandaag? Ik hou van. Zie je de zon? Ook regen. Bij waarden en normen gaat het om het leren omgaan met elkaar. Wij spelen hierin een belangrijke rol. Wij geven uitleg en doen het voor. Het geven van positieve aandacht. Het waarderen van een 1-op-1 moment. Goed zo. Heel goed zo. Lekker. Het welkom laten voelen van ouders en hen mee laten doen. Bij sociaal-emotionele competentie gaat het om kinderen samen laten spelen en ontdekken. Oh, maar ik lust heel graag citroen. Wil je vragen aan Klaas of er ook een citroenijsje is? Nou, ja. Het herkennen en ondersteunen van gevoelens. Nou, kom je springen? Woehoe, gevangen! Voor jou. Wow. Mama. Stiekem vind je het wel leuk, hè? Het serieus nemen van de mening van kinderen en hun samen laten zoeken naar oplossingen. Lekker smeren doen we bij de kleine. Nou, oké, ik doe al mijn 2 tanden. Wat een samenwerking hier, waar ik zo gelukkig van. Super, jongens. Bij persoonlijke competentie gaat het om kinderen mee laten beslissen in activiteiten. Activiteiten aanbieden die kinderen uitdagen om iets te ondernemen. Kijken naar de ontwikkeling van het kind en hierop inspelen. 2 gele pakken. Iedere pedagogisch medewerker, ieder kind en iedere situatie is anders. De pedagogische cirkel is bedoeld om met elkaar in gesprek te blijven. Wat wij van elkaar verwachten. Want wij zijn er samen voor het kind.